Vandaag moet ik 100 dagen overleven in deze magische Skype-wereld. Elke keer als er een dag voorbij gaat, mag ik een nieuw eiland aanmaken. En na 100 dagen staat mijn hele wereld vol. Goed jongens, welkom op mijn Skyblock-eiland. We zijn hier vandaag bij dag 1 en het is de bedoeling dat ik 100 dagen overleef. Ik heb een lava-emmer, brood en ijs en een boompje. Dus laten we gelijk beginnen met het hakken van deze boom. Oh, mijn eerste hout is gelijk al naar beneden gevallen. Daar gaat hij. 100 dagen overleven. Oh mijn god, ik ben benieuwd hoe ver we kunnen komen. Oké, laten we beginnen met een crafting table. En het eerste is denk ik dat ik... Oh, ik moet wel zorgen dat ik de saplings krijg. Anders verdwijnt de boom. Kijk, hier is een sapling. Dat is mooi. Oh, dit was een stick. Het was geen sapling. Oké, laten we dan maar gewoon een X regelen als eerst. En zoals jullie kunnen zien zit dag 1 er bijna op. Want de zon die gaat alweer bijna onder. Dus we moeten echt even opschieten. Oké, laten we een cobblestone generator maken. Zonder steen kunnen we namelijk niks. Kijk, we hebben hier ook zand zo te zien. En ik denk dat het goed is als ik eventjes hier onder de boom allemaal dirt plaats. Zodat stel er valt een sapling uit dat ze niet op de grond of in de void vallen. Zo, oké. Dan gaan we nu dit dus hier hakken. Maak heel even een shovel. Gaat wel heel traag met mijn handen. En de eerste nacht zit er ook alweer op, jongens. Dat scheelt. Alleen we hebben echt nog heel weinig gedaan. Dag 2, hey! In dag 2, jongens, hebben we een nieuw eiland ontvangen. Waar gaan we het nieuwe eiland plaatsen? Ik denk... hier, hè? Kijk, komt ie. Oh, een nieuw eiland. Oké, we kunnen er alleen nog niet heen, want ik heb nog niet genoeg blokken. Maar ik zie bijtjes en ik zie een boom. Dat is heel goed, jongens. Dus misschien dat ik... Ja, ik krijg alleen geen saplings. Dus ik denk dat ik... Oh, dit is wel... Ik moet een cobblestone generator maken. Dan kunnen we gelijk naar het nieuwe eiland toe. En daarvoor heb ik eigenlijk een beetje dirt verspild. Dus even kijken, hoor. Volgens mij maak je een cobblestone generator op... Even kijken. Volgens mij moet ik dan hier het water... Nee, hier het water plaatsen, zo. Oh, ja, oké, dat gaat goed. Ik dacht dat ik het fout had. En dan hier de lava. Dat als het goed is... Ja, cobblestone, lekker. Oké, laten we snel, voordat dag 1 of 2 ook alweer voorbij is... Even wat cobblestone hakken, dan kunnen we naar het volgende eiland. Ik wil namelijk zoveel mogelijk eilanden verzamelen, jongens... voordat dag 100 er is. En ik zit nu al op dag 2 en zo te zien is dag 2 ook al bijna voorbij. Oké, dan kunnen we stenen pickaxe maken. Dat scheelt al een heleboel. Oké, ik blijf net zo lang cobblestone hakken tot het de volgende dag is. En als het de volgende dag is, dan gaan we naar het andere eiland. Goed, jongens. De nacht zit er als het goed is weer op. Ik heb 55 blokken. Daar moet ik het mee redden. Het is alleen gaan regenen. En ik heb een nieuw eiland weer gekregen. Ah, wacht. Laten we die eerst even plaatsen. Die wil ik even kijken. Een beetje in de buurt hebben. Ik wil die er een beetje naast hebben. Daar. Ben ik heel benieuwd wat voor eiland het gaat zijn. Oh, hij is... Oh, een zandeiland. Oké, dan kunnen we gelijk zo meteen ook die kant op gaan. Laten we eerst even naar het oude eiland gaan. Of het oude, het vorige eiland. Oké, dan zijn we er, jongens. En ik gok dat ik net aan genoeg blokken heb. Die bliksem is heel irritant. We hebben net aan genoeg blokken. Oké, dan kunnen we gelijk de boom hier hakken. En we hebben bijtjes. Ik weet alleen niet wat ik aan de bijtjes tot nu toe heb. Dus die laat ik heel even met rust. Maar ik wil wel... Oh, een kist. Wacht, zit hier ook een kist op dit eiland? Ik weet het niet. Ik ga wel even dirt hakken. Dirt heb ik nodig. Dan ga ik gelijk even die kist bij het zandeiland pakken. Oké, mijn shovel is stuk. Maakt niet uit. We gaan gelijk die kant op. We zijn er. Ik ben heel benieuwd. Wat zit er in deze kist verstopt hier? Oh, een diamond. De eerste diamond. Jeetje, wat een spulletjes allemaal. Oké, dit gaan we even goed bewaren. Oh, phantoms. Oh, nee. Nee. Ik wil heel graag een bed maken. Is er ergens wol? Oké, het eiland aan de overkant is op het moment niet veilig, jongens. En er komt zelfs een skeleton aan. Dus ik denk dat het even handig is als ik wapens ga maken. Alleen mijn steen is op. Dus ik wacht even tot de zon ze verbrandt. Dan ga ik het hakken daar en kunnen we een wapen maken. Dag 4. We hebben geen eiland. Oh, we hebben wel een eiland. Elke dag een nieuw eiland. Waar gaan we deze plaatsen? Een beetje terug die kant op. Gewoon een beetje bij het oude eiland in de buurt. Daar wil ik hem hebben. Daar komt hij, jongens. Wat is het? Oh, oké. Dat ziet er handig uit. Maar dan moet ik wel even een goede pickaxe hebben. En die heb ik trouwens. De regen moet gewoon stoppen. Weet je, jongens. Ik zorg wel even dat ik een beetje op gang kom. En dan zie ik jullie over 10 dagen. Jongens, daar zijn we dan. We zijn aangekomen bij dag 14. Oftewel 10 dagen nadat ik net bezig was. En ik heb hier een klein fortje gebouwd voor mezelf. Want ik heb best wel wat beleefd in de tussentijd. Terwijl ik over een brug liep, werd ik door een phantom aangevallen. En ben ik naar beneden gevallen. En toen ging ik compleet dood. Al mijn spullen kwijt. Vervolgens heb ik een enteiland kunnen spawnen. Daar ben ik naartoe gegaan. Heb ik hele leuke items kunnen verzamelen. Toen heb ik nog een klein nieuw steeneilandje kunnen tevoorschijn toveren. Vervolgens heb ik nog een groot steeneiland tevoorschijn getoverd. Ben ik even bezig geweest met dieren. Oh ja, ik heb trouwens ook diamonds gevonden daarboven. Ik heb ook nog helemaal diamonds gevonden boven op dat eiland. Maar ik heb hier een fort gebouwd met wat dieren hier en daar. Ik heb hier wat boompjes geplant. Ik heb diamond tools en ik heb bewust nog 4 eilanden bewaard. Omdat natuurlijk per dag krijg ik een nieuw eiland. Ik heb ook nog dat eiland daar voor zijn getoverd en die erachter.
Maar ik ben wel heel even benieuwd wat dit eiland gaat zijn. Dit eiland gaat een... Oh, een gold eiland. Oké, wat is dit eiland? Volgens mij zijn ze elke keer willekeurig. Oké, een dripstone eiland. Dan wil ik er... Kan er eentje beneden? Ik kan er eentje naar beneden doen. Oké. En dan wil ik er eigenlijk eentje nog heel dicht bij het dripstone eiland hebben. Een beetje ernaast daar. En wat komt daar dan? Een watereiland. Huh? Oké, dat is goed. Als ik dan even een keertje ijzer tevoorschijn kan toveren, kunnen we gewoon een bucket met water maken. En dan kunnen we een farm maken. Want het ding is, ik kan nu geen farm maken. Want ik kan de koeien kan ik nog niet vermenigvoudigen. Maar goed, ik ga nog heel even wachten tot ik 1 extra diamond heb voor die shovel. Ik heb wel enderpearls. Die wil ik heel even gaan gebruiken de volgende dag. Want het ding is, jongens... Kijk, ik loop heel even naar dit eiland hier. Er zit wel een creeper halverwege. Daar moet ik wel eventjes goed voor oppassen. Oké, goed slaan. Oké, die is dood. Het ding is, jongens... Dit eiland hier, als ik hierheen wil... Word ik de hele tijd aangevallen door van die vervelende beesten. Hoe heet ze? Pillagers. Het is een heel goed eiland. En ik heb er nog geen één keer ben ik erop geweest. Kan ik hier ook looten? Nee, er is alleen maar goud. Maar er is geen kist hier. Ik wil wel deze banners hebben hier. Die zijn van mij. De banners. En dan wil ik het liefst... Ah, jeetje. Ik moet hiervoor oppassen. Ik moet heel erg oppassen. Jeumig! Deze guy is sterk! Oh, ik moet weg hier. Ik moet weg hier. Weg hier. Oh, dat bedoel ik, jongens. Dat eiland is geen leuk eiland. Heb ik eten bij me? Ja, rot vlees. Oeh, laten we even kijken of ik thuis nog wat heb. Kijk, ik noem het al thuis. We zijn pas bij dag 14 van de 100, jongens. We hebben een klein fortje hier tevoorschijn getoverd. Het gaat de goede kant op. Het gaat zeker de goede kant op. Maar ik heb geen... Oh, ik heb brood. Ja, ik heb ook brood kunnen vinden. Goed zo. Ik ben vooral benieuwd naar... Ik wil dat gold island, wil ik slapen. Ik wil al dat goud hebben van het gold island. Ik heb genoeg steen inmiddels. Maar laten we eerst even kijken wat voor eiland ik nu krijg. Want we kunnen misschien een soort tussenpad maken naar dat eiland daar. En ik weet niet waarom ik die zo laag heb gedaan. Ik heb wel echt een hele irritante bijenplaag hier op mijn eiland. Oké, maar maakt niet uit. Laten we even kijken. Als ik dit op het gold island doe, misschien dat hij er dan voor komt. Oké, hij heeft het halve gold eiland gesloopt. Oké, dat was niet heel handig. Nee, niks mik op andere eilanden. Nu is de helft van het gold eiland is gewoon helemaal kapot. Koeien! Oké, laten we die kant op gaan, jongens. Laat ik hier heel eventjes een brug maken, vanaf hier. Kijken of we wat nuttigs op die eilanden kunnen vinden. Ik ben in ieder geval blij dat ik hier gewoon een veilig fort heb. Daar voel ik me al heel comfortabel bij. Wacht, deze moeten wel eventjes geplaatst worden. Dat markeert gewoon mijn fort hier, weet je. Kijk, hier en hier. Hoppakee. Oh, die staat niet recht. Zo. Dit markeert gewoon dat dit mijn fort is. Ik wil naar die twee eilanden. Ik wil weten wat daar spant. Ik zie spannen staan. Het ding is, ik wil gewoon heel graag ijzer. Ik heb al diamonds, maar ik wil ook ijzer. Oké, we zijn hier bij het eerste eiland. En wat spant hier? Dit is een lama spanner? Oké. Heb ik daar iets aan? Ik denk het niet. En heb ik iets aan deze blokken? Ook niet zozeer. Laten we even kijken of er een kist ergens is. En anders ga ik dit eiland gewoon skippen. En dan kom ik hier niet meer terug. En er is hier helemaal niks. Helemaal niks nuttigs. Weg hier. Poepeiland. En hier spannen paarden en koeien. Ik wil eigenlijk die koeien wel hebben. Alleen ik heb geen wheat of zo om ze te lokken. Oké, daar zijn we. Wat is dit voor spanner? Een vossenspanner? Oké. Heel vreemd. En het gold eiland. Daar wilde ik vooral heen gaan, jongens. Het gold eiland. Wat zit er in de kist? Oké. Lava. Oké, dan heb ik wel weer een emmer. Want ik was mijn emmer kwijtgeraakt omdat ik dood was gegaan. Omdat ik in de void viel. Oké, laten we al dit gold even hakken. Dit is allemaal voor mij. Zo, dit is denk ik wel even genoeg. Als ik de onderste laag hak, valt het waarschijnlijk toch allemaal in de void. Heb ik blokken waarmee ik terug kan? Ja, ik heb deze slabs. Dat is misschien een beetje poep. Maar ik heb niet zoveel keuze. Het moet maar via slabs. Oké, daar wil ik ook heen. Want ik zie skeletons. En als daar een skeleton spawner is, betekent dat oneindig botten. En oneindig botten betekent natuurlijk oneindig boommeel. Het is wel een hele vreemde trap die ik hier maak, maar het is maar even zo. Zo. Oké, ik kom later voor jullie beesten terug hier. Ik moet eerst even terug naar mijn eigen eiland zien te komen. Zo. Oké. Ik ben ook nog steeds benieuwd naar dat zandeiland hier en die eilanden daar verderop. Daar ben ik ook namelijk nog niet geweest, maar daar gaan we volgende dag wel even heen. Het is inmiddels dag 16. De bijenplaag is echt vreselijk op mijn eiland. Ik vind de bijen echt heel irritant. Maar ik kan hier niet zoveel tegen... Ja, ik kan ze wel vermoorden misschien, maar dan moet ik even betere armor hebben. Oké, laten we weer even een nieuw eiland spannen. Even kijken hoor, wat hebben we hier? Laten we hem hier tussenin doen. Een beetje ernaast zo. Daar komt hij en het is een... Oh, diepsleet eiland. Oké. Koeien daar aan de overkant. Oké, maar wat ik eerst ga doen jongens. Ik heb wel seeds en ik wil heel graag wheat hebben om nog meer koeien te... Mijn koeien zijn weg. Mijn koe en vark. Ik had twee koeien en een vark en die zeggen die spant. Weet je, stik dan maar in je beesten. Ik hoef jullie allemaal niet. Ik blijf toch genoeg eilanden krijgen om dieren te vinden. Doe het wel op die manier. Dan doen we het maar op die manier. Laten we eventjes naar het zandeiland daar gaan. En dan gaan we dan via hier. Nou, ik kan het best... Wacht, ik kan best via de end kan ik het gaan. Oeh, trouwens, ik heb ook enderpearls. Die ga ik gebruiken. Wacht, dan wil ik eerst dat eiland daar checken. Ik heb ook enderpearls. Die gaan we ook gelijk nuttig gebruiken.
Dan gaan we die dieren gaan we ook maar gewoon slachten. Elk dier dat ik tegenkom zal ik nu in één keer slachten. Puur omdat ze blijkbaar toch die spawnen. Oké, wat voor spawner is er op het andere eiland daar? Hoppakee, dit is een... Is dit een zilvervis spawner? Oh, die ga ik slopen. Die gaan we absoluut slopen. Vreselijk. Ga gelijk even alle blokken hier. Want deze blokken kunnen wel goed van pas komen om naar andere eilanden te bouwen. Koper, heb ik niet zoveel bijzonders aan? Oh, ze spawnen nog. Ik had de spawner toch gesloopt. Waarom spawnen jullie nog? Dag 17, jongens. Laten we gelijk dan even hier weer weggaan. Even kijken, hoe ga ik het doen? Kakken en... Nou, dat vertrouw ik niet. Wacht, ik heb dit eiland hier. Die plaatsen we heel eventjes een beetje naast het zandeiland daar. Dan ben ik benieuwd. Even kijken, wat is het? Het is weer een normaal eiland. Dat is helemaal prima. Oké, later komt-ie, jongens. Dit gaat gewaagd. Komt-ie. Boom, dan killen we die skeleton gelijk. Hoppakee. Rennen we hier weg en dan rennen we snel terug naar ons eigen eilandje. Gewaagde move, maar het is wel gelukt. Dan is er wel één dingetje, jongens. Ik heb al dat gold gehakt, dat moeten we ook gebruiken. Dus waarom heb ik hier nou nog een houten vloer, terwijl ik ook een gouden vloer kan hebben? Ik bedoel, ik wil dat goud dat ik zo bijzonder gehakt heb, wil ik wel gewoon gebruiken. Beginnen we met de buitenste laag. Ik gok dat ik namelijk niet de hele vloer van goud kan maken. Maar op zijn minst wel de buitenste laag. De buitenste rand. Zo, kijk, hoppakee. Dan ga ik dit binnenste dingetje hier opvullen, want mijn dieren zijn toch gedespawned. Zo, even kijken, dan heb ik nog meer goud. Wat ga ik ermee doen? Het binnenste blokje hier is goud. Kan ik dan dit eromheen doen? Ja, ik kan het zoals dit doen. Dan kom ik als het goed is precies uit qua goud. Kijk, hoppakee. Oh, dan heb ik nog één goud over. Die bewaar ik dan wel. Ah, ik word aangevallen. Ga weg. Laat me met rust. Mijn banners, die moet ik ook terugplaatsen. Oké, als het weer dag is, jongens, gaan we even die kant op daar. En zo snel is het alweer dag, jongens. Ik ben benieuwd wat voor eiland ik er weer bij krijg. Ik kan het eiland daar... Oh, laten we eerst het eiland hierachter even checken. En dan gaan we daarna snel die andere kant op. Dag 18. Wat is hier? Oh, paarden. En spinnen. Oh, dat is waarschijnlijk gewoon gespand. Wacht. Als ik daar een kist kan vinden, zou heel chill zijn. Hallo! Wat spant hier? Oh, wat voor spanner is dit? Wat voor spanner is dit? Oh, hij is ontploft door de creeper. Ik zal nooit weten wat voor spanner dit was. Het zal waarschijnlijk een paardenspanner zijn geweest aan deze dieren hier te zien. Oké, dan hebben we even snel dit boompje gehakt. Dan gaan we gelijk terug naar de andere kant voordat het weer nacht wordt. Zo, deze kant. Oh, botten, dat is handig. Even kijken hoor, wat kunnen wij hier allemaal vinden? Ik wil terug naar dit eiland hier. Want dan kan ik naar het zandeiland. En het zandeiland ziet er heel interessant uit. Wat is dit voor eiland? Oh, een kist! Ja, ja! Kisten zijn altijd goed, jongens. Daar vind ik meestal diamonds of andere goede loot in. Ik hoop op zijn minst een beetje ijzer. Ik weet niet waarom. Ik wil gewoon ijzer hebben. Dat heb ik gewoon nog niet gevonden. Kom maar. Kom maar. Wat hebben we hier? Wat hebben we hier? En er zit in brood, boekjes. Dit is op zich handig, maar niet wat ik zocht. Op zich leuk, maar totaal niet wat ik zocht. Oké, wat gaan we nog meer vinden? Even kijken, hoor. We doen een eiland richting dat eiland daar. Ik hoop dat het hele eiland daar dan verdwijnt en een nieuw eiland wordt terug. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Er is geen eiland gespand. Er is geen eiland gespand. Wat heb ik gedaan? Huh? Er is niks gebeurd. Het eiland werkte niet. Ik ben opgelicht. Ik ben opgelicht. Of is hij erachter gespand? Nee. Hij doet het gewoon niet. Wat een oplichteritis. Die entrots wil ik meenemen. Die vind ik mooi. Snel terug naar huis, want het is donker, jongens. En daar hou ik niet van. Hé, een boompje is gespand. Altijd leuk, extra hout. Ik heb zoveel spullen inmiddels. Ik weet niet wat ik ermee moet. Ik heb een klok. Ik had ik gewoon gaan maken, jongens. Let op. Een item frame. En dan een klokje hier zo. Oh, dag 19. En die plaatsen we dan even kijken. Hier. Hoppakee. Dan kunnen we gewoon zien hoe laat het is. Al weet ik dat het dag 19 is inmiddels. Waar gaan we dan plaatsen? Het liefst zo dichtbij als het maar kan. Kan dat dan een beetje daar? Waar komt die dan terecht? Oh, wat is dat? Een savanna. IJzer. Oh, daar moet ik heen. IJzer, jongens. Eindelijk. Eindelijk ijzer. Oké, wat gaan we meenemen? Dit. Dan wil ik ook blokjes om te bouwen meenemen. Hier is weer hout. Dat gaan we eerst even slopen. Oké, laten we die kant op gaan. Dat betekent wel even dat ik die spawner van die pillagers wel even moet gaan slopen. Anders zie ik het wel weer gebeuren dat ik dood ga. Oké, die pillager spawner moet direct geslopen worden. Anders ga ik echt dood. Kom. Sloop. Oh, ik ga dood. Ik ben dood. Ik ben klaar. Ja, ik ben helemaal klaar. Ik moet weg hier. Weg hier. Oh mijn god. Oké. Dat eiland is dus niet een... Ja, met misschien een enderpearl mogelijk. Oh, mijn god. Er viel er eentje naar beneden. Oh, ik dacht even dat ik echt dood ging. Ik dacht echt dat ik klaar was. Ik dacht echt dat dit het einde was. Waarom heb ik hem ook naast het pillager eiland geplaatst? Oké, dan maar een enderpearl. Komt-ie. Dan maar een enderpearl. Hoppakee. Ponk. Dan zo. Hoop ik dat ze me niet zien. Even kijken, hoor. Is hier een... Ja, een kist. Wat zit erin? Oh, emeralds en een lead. Oké, dit is leuk. Dit is leuk. Even kijken, hoor. Kan ik nu weer veilig terug... Ja, ik moet dat ding daar slopen. Die moet stuk. Maar die beesten zijn veel te sterk. Dat is gewoon echt een eiland waar ik niet meer heen ga. Vanaf nu. Bij deze. Laten we lekker teruggaan naar het eiland daar. Hoppakee. Zo. Lekker veilig. En dan terug naar mijn eigen eilandje.
waar ik thuis hoor. Oeh, een schaap. Die gaan we doden. Misschien kan ik een bed maken dan. Oké, één wol. Die gaan we goed bewaren, de ene wol. Weet je wat ik wel vast kan doen, jongens? Op mijn fortje kan ik vast beginnen met een huisje bouwen. Nou, trouwens, ik wil geen huisje. Ik vind het wel leuk dat het zo open is. We zijn bij dag 20 aangekomen, jongens. En dag 20 is de dag waar ik mijn laatste experiment wil uit gaan voeren. We hebben deze heel even gespand. Even kijken wat het is. Oké, het is niet heel bijzonder. Wat ik nu wil gaan doen, jongens, is al mijn spulletjes even in de kist doen. Ik heb zelfs te weinig ruimte, dus we maken even een nieuwe kist aan. Zo, daar stoppen we ook mijn spulletjes in. Wat wij nu gaan doen, is we gaan hier rustig zitten wachten. En dan kom ik terug over 79 dagen. En dan gaan we kijken hoeveel eilanden wij kunnen spannen. Waarschijnlijk 79. Maar ik ben benieuwd hoe het er dan uit gaat zien. Goed, jongens, we zijn 73 dagen verder in het leven. Ik heb al die tijd hier in een glazen doosje stilgestaan, dus er is helemaal niks gebeurd naast het feit dat ik wat eilanden heb gekregen. En dan denk je, jemig, wat een eilanden. Maar als je dan deze kist hier bekijkt, jongens, ik heb alle eilanden die ik ooit nodig heb. Dus wat ik nu wil gaan doen, is letterlijk gewoon alle eilanden achter elkaar spannen. Ik weet niet hoe snel ik dat kan doen. Komt-ie. Boom, 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 boom. Oh jee, jongens. Oh, alle eilanden verschijnen. Alle eilanden verschijnen. Oké, we gaan zoveel mogelijk eilanden in één keer proberen te spannen. En dan ben ik heel benieuwd hoe mijn wereld eruit ziet na 100 dagen. Gaan we ook een beetje beneden hier. Daar, daar, daar. Een beetje recht boven ons. Zo, daarheen, 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 daarheen. Daarheen. Oh, een diamond eiland. Kijk dan. Jongens, wat een goede eilanden allemaal. Een honingeiland. Oh, eigenlijk wil ik ook sommige nog even bekijken. Ik ga ze gewoon eerst allemaal spannen en dan hebben we nog een paar dagen om gewoon overal even langs te gaan. Nou, trouwens, overal gewoon even de leukste eilanden te bekijken. Want zo te zien is niet elk eiland nou heel bijzonder. Nee! En ik heb zoveel eilanden in mijn inventory en ik ga dood. Schieten! Schiet, 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 schiet. Nee, hoe ben ik dood gegaan? Wat heeft mij vermoord? Wat heeft mij vermoord? Oh, jongens, kijk hoeveel eilanden er overal zijn. Iets heeft mij vermoord. Oh, dit is wel een heel groot eiland. Deze wil ik eigenlijk direct wel even bekijken. Wacht. Wat heeft mij vermoord? Iets heeft mij naar beneden getikt. Een zombie! Dat was het. Oh, nu ben ik wel mijn pickaxes zo kwijt. Nou, ik heb gelukkig nog wat eilanden hier. In principe zijn er niet heel veel eilanden verloren gegaan. Oké, laten we gewoon zo snel mogelijk even de laatste eilanden wegsturen. Even kijken wat we allemaal krijgen. Zo, het laatste eiland, jongens. Daar gaat-ie. En het laatste eiland is een... niks. Helemaal niks. Hij is leeg. Oké, duidelijk. Kijk hoeveel eilanden er ineens overal zijn. Dit is hoe een skyblock eruit zou zien na 100 dagen, jongens. Oh, ik heb nog. Ik heb nog. Laat maar, wacht. Oké, dan wachten we heel even tot de dag is. En dat is het bijna. Dan gaan we even naar dat grote eiland daarboven. Er zijn een paar eilanden waar ik echt heel benieuwd naar ben. Sommige boeien me ook niet zoveel. Wow, een ijseiland, jongens. Dit is echt wel. Het enige is dat ik wel echt letterlijk mijn pickaxes zo kwijt ben met mijn diamond spullen. Maar ik gok dat ik meer diamonds ga tegenkomen. Dus we gaan de meest belangrijke dingen meenemen. Zodat ik zoveel mogelijk spulletjes kan craften zometeen. Oké, laten we even kijken. Het is een nieuwe dag bijna. Ik heb nog een paar... Dat is ook een village eiland. Ik hoop dat dit dat ook is. Oké, dag 94. We zijn bijna bij dag 100. Oké, dan springen we hier in het water. Even omhoog zwemmen. En dan laten we hopen dat we hier diamonds kunnen vinden. Jemig, kijk dit hoeveel gewoon eilanden er zijn. En leuk dat mijn eiland ook gewoon echt het centrale eiland is. Oké, we zijn hier in een village terechtgekomen. En hier ga ik 100% veel loot vinden. Nee, helemaal leeg. Helemaal leeg, dat meen je. Een bel. En hier is het ook leeg. Oh, wel een bed. Die ga ik meenemen. Heb ik altijd al gewild, een bed. Oké, we hebben trouwens een nieuw eiland. Die ploppen we daar. Ga ik hier serieus gewoon geen kist vinden? Oh, jawel. Oh, gold en emeralds. Oké. Ik kon zoveel mogelijk nog even looten. Hier ook weer een bijzonder eiland. En daar weer een bijzonder. Alle eilanden zijn bijzonder gewoon. Er zijn gewoon geen slechte eilanden meer op het moment. Wat ga ik hier vinden? Wat voor spanner is dit? Ik weet het niet. Een vleermuisspanner. Oké, ijzer. Eindelijk een beetje ijzer. 100 dagen later. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen, jongens, nu. Ik heb het een soort van uitgespeeld door gewoon te wachten op de 100 dagen. Ik wil naar het sneeuweiland. Daar wil ik even kijken. Ik zie daar diamonds, maar ja, in principe maakt het ook niet meer zo heel veel uit. Als het goed is, kan ik hier gewoon naar beneden. Wacht. We gaan hier gewoon springen zo. Dan landen we in het water daar. Hoppakee. En dan kan ik hier gewoon het pad zo verlengen. Hoppakee. Ik wil even bij het sneeuweiland kijken. Daar ben ik echt benieuwd naar. Hier, nou, gaan we dit hout gaan we even gebruiken om zo om te toveren tot plankjes. En nu ik een bed heb, kan ik ook gewoon slapen, jongens. Daar ben ik vooral blij mee. Dat ik eindelijk een keertje kan slapen. Die rot phantoms de hele tijd s'nachts hier. Hoppakee. En het is gelijk een nieuwe dag. Hebben we een nieuw eiland. Die proppen we daar. Daar is nog plek. Wat voor eiland gaat het zijn? Een mushroom eiland. Oké. Overleef ik deze sprong? Ik denk het niet, hè? Nee, en er is ook geen water. Ik heb een idee. Ik heb een heel goed idee. Volgens mij heb ik nog wel ijs. Dan gaan we dat ijs gewoon slopen en daar neerzetten. Ik heb ergens nog wel ijs. Ja, hier, kijk. Wat we dan doen, is hier het ijs plaatsen. Dan slopen we het. En dan als... Ik dacht dat er een water uit zou komen.
Dat meen je. Ik gok dat ik dit overleef. Ik overleef het. Een half hartje. Oh, dat scheelde niks. Oké, wat ga ik hier vinden? Een polar bear spanner. Polar bear, sorry. En een konijnenspanner. Maar zijn er geen kisten? Dat zou ik heel flauw vinden. Dat zou ik heel flauw vinden als er geen kisten zijn. Flauw. Heel flauw. Gewoon niks hier. Het is een saai eiland. Het is een honingeiland. Daar beneden is er nog een zandeiland. Kijk wat ik gecreëerd heb, jongens. Ik heb nog 5 dagen over. Wat ga ik doen? Hier maar even gluren dan. Nou, ik val. Zeg maar dat ik hier wel even een kist vind met loot. Ik wil gewoon nog even goede loot hebben. Ik vind alleen maar honing hier. Wat heb ik daar nou? Oh, hier, wacht, beneden hier. Hier iets misschien? Nee, helemaal niks. Ja, leuke honing hier. Alleen heb ik daar wat? Ja, honing, leuk. Leuke honing, jongens. Ja, hier nog diamonds. Die ga ik nog even hakken dan. Dat doe ik dat wel. Ik heb crafting tabletje bij me. Dan kunnen we... Oh, we kunnen... Nee. Dat meen je. Ik heb de spullen er niet voor. Ah, het zal wel. Dag 96. Ploppen we dit eiland waar nog plek is? Waar is nog plek? Ja, hier. Wacht, ik heb een idee. Daar is nog plek. Daar. Perfect plekje. Waar gaat het heen? Wat gebeurt hier? Oh. Huh? Er zijn zoveel eilanden geplaatst, jongens. Ik weet oprecht niet wat ik ermee moet. Die nether, daar wil ik heen. Daar wil ik even kijken. Bij het nether-eiland. Smelten we dit ijzer even voor een ijzeren pickaxe, zodat we nog wat diamonds kunnen hakken? Oh nee, het gaat regenen. Niet de laatste dagen, jongens. Niet de laatste dagen. Ik wou een vrolijk einde doen en het lijkt wel chemisch zelfs de regen. Kom je hier, spin? Jij gaat niet zorgen dat ik hier afval. Absoluut niet. Absoluut niet. Ik weiger. Zo. Ik zie daar nog. Waarschijnlijk is dat wel goede loot. Daar wil ik nog even kijken ook. En dat nether-eiland wil ik even bekijken. Ik moet ook eten vinden. Eten zou heel belangrijk zijn. Kom op. Geen eten. Wat is dit voor poeploot? Een lijntje. Waarom vind ik leads? Daar heb ik toch niks aan. Ik kom eraan, nether-eiland. Hier recht boven me. Recht boven me. Heb ik daar de blokken voor? Niet echt. Dus we gaan het een beetje zuinig doen. Oh, de CB. Oh, monsters. Oh, nee. Ga weg. Goed zo. Oké, nether-eiland. Ik kom eraan. Ik ben heel benieuwd naar jou. Oké, we zijn er. Even kijken. Wat zijn hier de schatten? Huh, een honing-eiland? Oké, dat is ook nog wel cool. Oh, netherite. Kan je dat met een ijzeren pick... Nee, dat kan je niet met een ijzeren pickaxe hakken. Daar had ik die extra diamonds voor nodig gehad. Een ghast. Dat meen je? Nee, toch? Nee, dat geloof ik niet. No way. Een ghast? Hoe kom jij hier? Wacht even, hoor. Oh! Jezus, wat schiet dat snel? Oh, jongens, het nether-eiland is minder leuk dan ik had verwacht. Het nether-eiland is een stuk minder leuk dan ik had verwacht. Kom dan. Oh, er is een spawner hierboven. Dat meen je. Dat is het. Wacht. Ik weet dat dit een diamond-eiland is. Ik weet dat dit een diamond... Ah! Jezus, wat schiet dat snel? Normaal schieten die beesten nooit zo snel. Oké, rennen. Rennen. Springen. Hierop. Ik wil diamonds. Oh, jeetje. Oh, nee! Het nether-eiland was veel te gevaarlijk. En met nog 97 dagen op de planning ben ik alles kwijt, jongens. Hoe verder je komt, hoe moeilijker het eigenlijk wordt. Al moet ik zeggen, ik heb wel 70 dagen gewoon overgeslagen door te slapen. Maar even goed zijn we wel ver gekomen. Dag 98. En ik heb weer een nieuw eiland gekregen. Ik ben benieuwd naar het laatste eiland, jongens. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Ik hoop dat die een beetje speciaal is, dat laatste eiland. Kijk, hier heb ik ook nog heel veel ruimte, trouwens. Laten we... pakken daar het laatste. Nou, niet het laatste. Een van de laatste eilanden doen. Het ziet er niet heel bijzonder uit, moet ik zeggen. Kijk, wat een chaos. Goed, laten we wachten op dag 100. En dan ben ik heel benieuwd naar het allerlaatste eiland. Ik hoop echt dat het een speciaal eiland is. Goed, de laatste nacht is bijna voorbij. De maan gaat onder, of ik weet niet hoe je dat kan noemen. De maan is bijna voorbij daar. De zon, als het goed is, komt er daar weer aan zometeen. Ja, daar is hij weer, jongens. De zon. En als hij dan hier een beetje is, betekent het dat we dag 100 gehaald hebben. Oh, daar is hij. De zon. Ik begon deze video ergens rond de 11 uur 's ochtends en het is nu dag 100. Maar het is nu 7:30 's avonds. En trouwens, je kan aan de klok waarschijnlijk zien hoe lang het heeft geduurd. Ik wil zeggen, de helft van de video heb ik hier gewoon stilgestaan. Maar dat kwam omdat ik dacht, ik kan dit niet in één keer doen. En ik wilde het niet in meerdere video's doen. Laten we even kijken wat het laatste eiland is. Waar gaan we hem plaatsen? Waar gaan we dit doen? Even kijken. Daar. Ik wil het laatste... Nee. Wacht. Ik weet waar ik dit wil doen. Even wat blokken pakken. Ik heb geen blokken. Maakt niet uit. Wat is het laatste eiland? Zeg me dat dit laatste eiland bijzonder is. Oh, nee. Oh, ik dacht even dat ik dood ging met het eiland. Dat ik zo boos geworden. Dat ik echt verdrietig geworden. Oké, die zombie is weg. Komt-ie. Het laatste eiland is... Tudum. Als het niet bijzonder is, dat zou echt een lava-eiland. Het is letterlijk een... Dat is serieus best wel cool. Dat is een kist. Ik wil weten wat er in die kist zit. Het is een lava-eiland als laatst. Wat zit er in de kist?
Ik heb blokken nodig. We gaan nu blokken hakken. Ik moet weten wat er in die kist zit. Snel even al dit hout hier hakken. Dan heb ik genoeg blokken om erheen te gaan. Al moet ik zeggen, met hout naar een lava plekje toe gaan is misschien niet al te verstandig. Maar ik weet niet hoe ik even snel andere blokken nu tevoorschijn kan toveren. Dus we moeten het er maar mee doen. Oké, hakken we alleen deze boom nog. Zo. Dan neem ik mijn bed mee. Ander trouwens, het wordt alweer nacht. Ga ik nou dag 101 halen? Dag 101! Ik heb nog een eiland. Maar dat maakt het laatste eiland weer minder bijzonder of zo. Wat is dit dan? Nu heb ik in één keer weer nog een eiland gekregen. Waar slaat dat nou weer op? Is dit eiland dan ook bijzonder of is dit dan weer niet bijzonder? Jemig! Een hele tempel! Huh? Die is nog cooler dan een lava-eiland. Maar we gaan naar het lava-eiland, jongens. Daar wil ik heel graag heen. Ik moet kijken wat er in die kist zit. Dit moet wel goed zijn, jongens. Op een lava-skyblock kan niet slecht zijn. Kom ik erbij nu? Nee, hè? Misschien als ik eentje hier laag ga, zoals dit, dan kom ik er wel bij. Oké, kijk. Wat zit erin? Ik kan erbij. Ik kan erbij. Pong. Dit is zo teleurstellend. Dit meen je. 100 dagen. Voor dat? Ik ben echt heel boos. Jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet ook vooral niet te abonneren. Dat is namelijk erg belangrijk. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan lekker deze video. Dit is namelijk een andere leuke video. Waar ik samen met meneer KB robots moet aanvallen en een bunker moet beschermen. En dan nu spreek je later. Glaasje water telt 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Bam, 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 boom.